Ga maar praten. Spannend. Ja. Nou, waar ga je heen? Naar Hongkong en dan naar Australië. Maar we gaan nu als eerst naar... Hoe noem je dat? Gate? Ja. Daar gaan we eens heen. Daar is de crew. Of een gedeelte ervan. Want de rest is al vooruit gerend. Ik denk allemaal dat het te laat komt. Jongen, de gate is waar je in het fucking vliegtuig staat. Hoe de fuck noem je dat andere dan? Ik moet ergens doorheen. Oh, wacht, dan moet ik nog... Douane. Kut, ik moet mijn schoen dan uitdoen. En dan moet nee, alleen als er metaal in zit. Ga maar druk zien. Balletjes, balletjes. Hopelijk hebben we een leuke piloot. Ja, misschien is hij wel knap. Misschien mag je wel even in zijn hokje komen. Mag ik wel. Knip dat er maar uit. Ja, doe het. Stuur maar even door. Het vliegtuig. En we vliegen zometeen als eerst naar Hongkong. En daar heb ik dan de stop.
Aangekomen. Om 4 uur of zo. En toen ben ik opgehaald van het vliegveld. En hebben ze me hier de hele kamer laten zien, of hele huis. En ik heb meteen al vriendjes gemaakt. Ze hebben namelijk 2 hondjes en meerdere katten. En ze zijn super leuk. En ik heb echt 2 uurtjes geslapen of zo. En toen ging ik ontbijten. Nou, vrouw die had. Toast gemaakt met eieren op en tomaten gebakken of zo en spinazie volgens mij zelfs. Nou, allemaal dat soort dingen. Dat is echt super lekker. En ze zijn nu op dit moment zelf naar een verjaardag van iemand, die is 100 geworden. Dus ik ben nu alleen thuis volgens mij met de honden, waarvan ik net 1 ben kwijtgeraakt. Hij is ergens in huis, maar ik weet niet waar. Dus misschien dat ik kan traplopen. Maar dat weet ik niet zeker. Dus ik weet ook niet echt of ik nu naar boven mag gaan. Dus ik wacht wel gewoon totdat hij weer tevoorschijn komt, hopelijk. Maar hij kan niet weg, want alles is hier op slot. En ik had hem ook binnengelaten en toen de deuren dicht gedaan. Dus ik heb geen idee. Ik wacht wel gewoon totdat hij terug is. Nee, dat is hem niet. Dat is de andere hond. En vanavond gaan we naar verjaardag van een zoon van een vriend van me, en die vriend was hier vanochtend ook. En dan ga ik ook alle kinderen van me ontmoeten. Dus ja, gaat volgens mij wel leuk worden. Zeggen dat ze compleet verstrooid zijn. Dus hopelijk wordt het leuk. En dan gaan we waarschijnlijk ook nog een keertje karten. Dus ik ga ze hopelijk verslaan. En nou, vandaag eventjes rust gaan voor de rest. Even slapen misschien. Met de honden spelen. Even op de computer. Ik heb de wief gekregen. En morgen zal ze hem volgens mij nog even langs de school brengen. En dan maandag mijn eerste dag. Dus dat. Hongkong was trouwens ook super mooi. Het was eigenlijk gewoon alsof je in Spanje en Griekenland tegelijk bent. Maar dan gewoon met een shitload aan Chinezen. Het was echt heel heftig. Het was wel echt super mooi. Hop om, hop op, dus gedaan. En dus gewoon eentje lekker door de stad geweest in de omgeving. Vlucht voor de rest ook goed gegaan, wel veel turbulentie. Dat is wel een beetje eng, maar ja, ik ben er nu. Ik ben blij. Super mooi weer. Het is echt 20 graden, 25 graden of zo. Was het vanochtend al? Zeggen ze, ja, het is winter hier. The fuck? Het is gewoon zomer bij ons, dit. Het is echt super warm. Ze hebben hier een kei groot zwembad. Echt super chill. Nou, ik heb ook een chille kamer, gewoon voor mezelf. En met een bureau voor school. Dus dat. Nou, de rest laat ik een andere keer denk ik wel zien. Dus dat is het een beetje. Nou, ciao! Honey is gevonden! Hé, Honey? Ben je weer terug? Ja. Ben jij nu blij dat je terug is? Ja? Zijn jullie weer samen? No. Grote vriend. One day you leave this world behind, so live a life.